Waar denk je dat we heen gaan? We moeten gewoon het geluid volgen. Ja, hoor. Oh ja. Hallo. Goedemiddag. Hallo. Zeg, ja. Wat denkt u ervan? Zullen we hier lekker gaan staan? Ja, dat lijkt me een top idee. Onder de mooie bomen. Ja. Voor het Sprookjesbos. Oh, eigenlijk zou ik mijn wandelende tak nog een keer willen zien. Echt waar? Ja, echt waar. Oh, ja, misschien is er wel iets geknapt, hè. Oh, en waarom? Nou, weet u wat er gaat? Laten we een foto maken en even kijken waar het is. Oh, dat is een heel goed idee. Ja, goed. Hallo. Dag. Gezellig. Zullen we dan één foto maken, Spot? Ja, dat lijkt me een goeie. Eens even kijken. Dan mag jij hiernaast gaan staan. Ja. En dan mag jij hiernaast gaan staan. Heel met goed. Met z'n tweeën bij elkaar. En wie maakt dan de foto? Ik denk de paparazzi. Oh, daar. Ja, heel goed. Goed, spookspoggelaar. Ja. Ik denk dat dat de fotograaf is. Welke? Daar in het midden. Oh, die daar ook daar. Er zijn zoveel. Ja, ik snap het niet meer. 1, 2, 3, lachen. Goed hoor. Zo. Nou, veel plezier nog vandaag, hè? Tot ziens. Doei. Ja, zeg, wat is het? Ja. Moet je dan nog een rondje lopen misschien? Ja, een rondje hier zo omheen. Jo. Ga je mee, Siebe? Ja, ik ga wel met u mee. Ik loop altijd met u mee. Oh, gelukkig maar. Oh, hallo. Oké, we gaan op de foto. Nou, leuk. 1, 2, 3, lachen! Sorry, ik moet de hele foto. Hoppakee! Leuk hoor! Nou, waar zijn die wandelende takken ook alweer? Ja, we gaan naar beneden. En we lopen zo weer terug. Oh, ja. Ja. Nou, dat was een leuke wandeling. Ja. Ik ben er niet, ja. Oké, we gaan dus net doen alsof u er niet bent. Nee, ik ben er niet. Dames en heren, jongens en meisjes, hier is hij. De Sprookjespokkelaar. Ja, daar ben ik. Een staande ovatie voor u. Oh, heel goed. Ja, ik zie het, zeg. Wat een mensen, wat gezellig, zeg. En wat zie jij er weer keurig uit vandaag, Siebe? Nou, dank u wel, Sprookjespokkelaar. U ook, hoor. Dank u. Nou, en ik vind ook dat alle mensen die hier zijn er ook keurig uitzien vandaag. Gezellig hoor, nou, ja, dat jullie er allemaal zijn. Ja. Nou, en wat Siebe zei, is natuurlijk helemaal waar. Ik ben de Sprookjesprokkelaar. En ik heb iets heel belangrijks. Want ik zeg altijd pas op, verhalen worden verteld. En de wind, die neemt ze mee. En de bomen vangen de verhalen op. En ik kan uit takjes die uit de bomen zijn gevallen, de verhalen voelen en weer doorvertellen. Want
Dat is zeer belangrijk dat verhalen altijd door worden verteld. Zeg, sprookjesmokkelaar. Ja? Sorry dat ik u onderbreek, maar kunnen we het misschien ook proberen? Oeh, dat is een goed idee van jou, Siebe. Laten we het proberen. Wat heeft u nodig? Ik heb iemand nodig die voor mij een dakje kan zoeken. Kan iemand mij misschien helpen? Nou, ik zie al twee hele goede vingers. Oh, kijk nou. Kom maar even naar voren, allebei. Ze hebben ook iets lekkers. Een snoepje. Heerlijk. Oh, kijk, een roze wolk zie ik daar. Is het lekker op die roze wolk, meneer? Oh, gelukkig. Hoe ben jij, hoe heet jij? Oh, hij heet Anoniem. Oh, Anoniem. Hij is incognito. Oh, is hij? Waar is hij? Wat bedoelt u? Hij heet toch gewoon in de Efteling in plaats van incognito? Ja, oh, ja, dat u heeft ook weer gelijk. Oh, wat we dwalen wel een beetje af, hoor. Zouden jullie op zoek willen gaan naar een takje? Ja? Nou, heel veel succes. Heel goed. Maar even wachten dan. Oh ja, nou het is maar goed dat ze gaan zoeken hoor. Want ik zeg altijd maar zo, verhalen moeten keer op keer worden verteld. Steeds weer een stukje door, zodat ze nooit verloren zullen gaan. Vinden jullie dat ook? Ja. Ja, vindt u? Ja, gelukkig. Ja, heel belangrijk. Sprookjesmokkelaar. Ja. Kijk eens wat deze twee heren gevonden hebben. Ook. Oh ja, ik zie het. Dat is het mooie. Ik wil die wel hebben. Leg maar eens. Heel goed. Ja, ik voel het. De sprookjesmokkelaar voelt nou welk verhaal of welk sprookje er in dit takje zit. Nou, ik ben heel erg benieuwd hoor. Hij gaat voor dat. Oh. Ja. Ja, ik heb het. Ik voel het. Ik voel een hele grote voet. U voelt een sprookje met een hele grote voet? Ja, in dit takje voel ik dat, ja. Heeft er iemand een idee over welk sprookje hebben we? Oh, jij denkt natuurlijk de grote voet van de reus van Kleine. Oh, ja. Ja, wacht even. Bijna. Bijna, maar het is de grote voet van een hele gemene, lelijke stiefse. Over welk sprookje hebben we het dan? Weet jij het? Vertel. Van die heks. Van de heks. Wat Rapunzel zijn haren afgeknipte. Zo. Rapunzel was het bijna, maar dat meisje daarachter, zeg het nog eens een keer. Zeg, het is heel hard dat iedereen jou kan horen. Assepoester, inderdaad. Assepoester heeft natuurlijk geen ene stiefzusje. Die probeerde haar voet in een muiltje te stoppen. In wat voor een muiltje was het, Siebe? Een glazen muiltje. Een glazen muiltje, inderdaad. Heel goed. En Assepoester, die kon haar voet er zo flatteus in glijden. En het paste. En de prins en de prinses keken elkaar aan. En ze waren direct verliefd. Ach. Zie me trouwens. Wat is er? Ben jij verliefd? Of ik. Nee. Heb je wel een vriendinnetje dan? Nee. Maar kijk, er zijn genoeg prinsen en prinsessen om uit te kiezen. Ja, Joost, zullen we even kijken? Hallo, prinses. Sprookjesmokkelaar. Ja? Het is heel erg vriendelijk van u natuurlijk. Maar we zijn hier niet voor mij gekomen. Het is geen dating show. We zijn hier allemaal speciaal voor u. Oh ja. Ja, even begin. Waar was ik? Bij Assepoester. Oh ja, bij Assepoester. En naar Prins. Ze gingen in een prachtige gouden koets zo naar het paleis toe. En daar kwam een groot feest, want ze gingen trouwen. En daarna leefden zij nog lang en... Nou, dat kwam er wel heel spontaan uit. Hè? Ik hoorde helemaal niemand. Ik denk dat we het nog een keer moeten proberen. En ze leefden nog lang en... Gelukkig! Oh, wat goed zeg! Zeg, nou, sprookjesmokkelaar. Ja? Ik denk dat we al deze kinderen ook wel heel erg gelukkig kunnen maken als ze even met hun op de foto mogen. Oeh, dat vind ik een goed idee. Sprookjesmokkelaar? Ja? Zal ik dan het takje heel goed bewaren? Oeh, ja, dat is een goeie. Ja? Want ja. Er zit wel een heel mooi stukje van de sprookje. Ja, ik wil deze zeker bewaren. Dat is een hele goeie. Dankjewel daarvoor. Wie van jullie willen heel graag op de foto? Met een sprookjesmokkelaar. Ik zie daar een hele goede vinger. Een hele goede vinger, ja, kom je maar. Aan deze kant komen staan. Hallo. En als er nog andere kinderen zijn. Wat is jouw naam? Dan mag je in een rijtje gaan staan.
En dan komt iedereen aan de beurt. Zo, ga maar goed lachen. Kom maar, ja. Eén, twee, drie. Lachen. Ja. Kijk, heel goed. En dan nog iets. Kom maar. Oké, goed. Kijk, en dan gaat ze de foto maken. 1, 2, 3, lachen. Nou, lachen, dat kunnen ze wel hoor. Ja, hebben ze goed gelachen? Zeker. Ik hoor het bijna zelfs. Er is wel één meisje die de kans mist. Oh, echt waar. Welke is dat dan? Rapunzel. Oh, Rapunzel. Aan deze kant sprak ze Oh, doe je mond dus open. Ja. Oh, kijk dan toch. Ben je hem kwijt? Oh, moet ik even gaan zoeken dan? Nee, waarom dan niet? Oh, je bent er dus niet kwijt. Oh, gelukkig. Nee, dan is het goed. Vergeet hem mee te nemen. Nou, dat hoeft helemaal niet hoor. Het is heel handig voor frietjes en zo, zeg ik altijd maar. Oh, ja, die kan je zo lekker naar binnen schuiven. Haha. Lekker hoor. Nou, veel plezier vandaag. Tot ziens. Doei. Dag. Groetjes in België. Oh, leuk hoor. Hallo. Dag mevrouw. Bent u een koningin? Nee? Nou, met zo'n mooie jas aan denk ik van wel. Zullen we samen op de foto? Wie is de fotograaf? Aan deze kant sprookjespopulaar, denk ik dan. Want er staan ook zoveel. Nee, die daar. Ook toch daar. Die met de wolf om haar nek. Wat hoor ik u nou zeggen? Denkt u dat zij een wolf om haar nek heeft? Ja, volgens mij heeft ze de staart van de wolf eraf geknipt. De staart van de wolf? Oeh, ik dacht al. Maar stoere meid hoor. Zeg, sprookjespopulaar. Ja. Ik zie een aantal nieuwe gezichten. Dus het kan zomaar eens zijn dat ze u nog niet helemaal kennen. Oh, dan zal ik even zeggen wie ik ben. Ja, dat is een goed idee. Ik ben de sprookjesprokkelaar. Ik ben een van de oudste bewoners hier in de Efteling. En ik zeg altijd maar zo. Verhalen, die worden verteld. De wind neemt ze mee. En de bomen vangen ze op. En ik zal deze takjes die op de grond zijn gevallen oprapen en ik kan dan voelen welk verhaal of welk sprookje er in dat stokje, in dat takje of in dat twijgje verstopt zit. En dat is zeer belangrijk. Weet je ook iets? Oh, Sieben? Sorry. Sieben, waar ben je? Sieben, waar ben je nou? Ja, sorry, ik loop even de rondje. Oh, hier ben je. Was u me kwijt? Ja, heel eventjes maar hoor. Leuk hoor. Spookspokkelaar, u had het al over een takje. Ja. En dan voelt u in dat takje wat voor verhaal is. Inderdaad, ja. Misschien een keer uitproberen. Oeh, dat is een goed idee. Ja. Maar dan heb ik wel iemand nodig. Aha. Een kindje die mij heel even kan helpen. Wie zou de sprookjespokkelaar willen helpen? Ik zie al een paar hele goede vingers. Dan mag jij even naar voren komen. Oh, kijk dan. Hallo. Kom maar gezellig bij. Wie ben jij? Charlies. Is het Charlies? Oh, wat een mooie naam, Charlies. Charlies, zou je even met Sieben samen een takje gaan zoeken? Dit takje heb ik net al uitgeprobeerd, dus moeten we op zoek gaan naar een nieuw takje. Succes! Ja, want vinden jullie ook niet dat het heel belangrijk is dat sprookjes worden doorverteld? Vind jij dat ook? Ja, en jij? Ja, en jullie daar? Jawel. En mevrouw, vertelt u nog wel eens een sprookje voor het slapen gaan? Oh, gelukkig, dan is het goed hoor. Sprookjespokkelaar. Ja, ik zie het al, ze is terug. Met een takje. Oh, mag ik hem hebben? Ja, ik heb hem. Oh, ik voel het. Ja? Sprookjespokkelaar, voelt nou welk verhaal of welk sprookje er in dit takje opgeslagen zit? Nou, ik ben benieuwd hoor, hij begint er allemaal te dansen. Ja hoor. Ja? Ja, ik heb het. Ik voel het. Kom hier weer naast mij staan. Charlie, kom er maar bij staan. Ja, heel goed. Ik voel een heel klein bedje
in dit takje verstopt. Een klein bedje, een sprookje met een klein bedje. Aha, heeft iemand een idee over welk sprookje hebben we dan? Weet jij het? Charlie, een sprookje met een klein bedje. Sneeuwwitje? Sneeuwwitje, even voelen hoor. Ja, het is Sneeuwwitje en de zeven dwergen. Want het is inderdaad Sneeuwwitje die op zeven kleine bedjes op een rij ligt. Maar jullie weten hoe het gaat, hè? Opeens komt daar iemand aan de deur. Ze klopt op de deur. Wie klopt er op de deur, weet jij het? De boze wolf, is het de boze wolf? Even voelen hoor. Ja, het was wel een boosaardig iemand, maar het was een oma. Het was de stiefmoeder die zich verkleed had als oma. Er zat een mandje vol lekkers bij. Lekker fruit. Wat voor fruit had ze bij? Weet jij het? Een appel. Een appel inderdaad. En de appel was knal... Knal? Oh, knalrood. Ja, Siebe, knalrood. Want deze appel was supergiftig. En deze appel werd natuurlijk gegeten door... Door wie? Door Sneeuwwitje. Ze nam een hap en viel plots weg op de grond. En toen de dwergen thuis kwamen, moesten ze allemaal vreselijk huilen. Want dit hadden ze nooit gewild. Ze deden haar in een hele mooie glazen kist. Ze legde haar neer en ze huilde dagen en nachten, weken en maanden, totdat er iemand op bezoek kwam. Wie kwam er op bezoek? Weet u wie het? De prins op het witte paard kwam dat. En hij vroeg, zou ik de prinses mee mogen nemen? De dwergen dachten even na en tilden toen de kist op. Heel langzaam en toch heel voorzichtig. Viel de kist op de grond in duizenden kleine stukjes. Het stukje appel schoot uit haar keel en ze kwam weer terug tot leven. De dwergen waren vrolijk, de prins was op slag verliefd en ze gingen samen naar het kasteel. Ze maakten er een heel groot feest van, ze trouwden en ze leefden nog lang en... Gelukkig! Wat zeggen jullie? Ja, inderdaad. Wat een mooi sprookje, zeg. Ja, maar ook vooral wat mooi verteld van die sprookjes. Oh, dankjewel. Zeg, sprookjesprokkelaar. Ja? Vindt u het een leuk idee om dit verhaal zo meteen ook nog even aan die wandelende tak te vertellen? Oh, dat vind ik leuk, ja. Ja, dat is een goed. Zou ik deze mogen houden? Ja? Zal ik het dan voor jou geef hem maar aan de sleutel hier. Ja, heel goed, Siebe. Dankjewel. Krijgen ze nog een heel groot applaus van jullie. Wat zei ik? Ik heb het gewonnen. Ja, heel goed. Oh, zou ik ook nog één keer met haar op de foto mogen? Oh, dat zou leuk zijn. Oh, leuk zeg. Kom erbij staan. Oh, gezellig hoor. Ga je wel lachen? En waar gaan we kijken? Wie maakt de foto? Is er niemand die een foto... Waar is papa of mama? Opa en oma? Of... Oh, opa, die pakt zijn mobieltje er al bij. Ja, lukt het. Het gaat helemaal goed komen hoor, denk het wel. We gaan kijken naar opa Rassie. 1, 2, 3, lachen. Hij is gelukt. Goed zo. Papa, nou leuk hoor. En volgens mij, wij komen straks nog wel een keer terug. Hoor. Oh, leuk, ja. Over een half uur zijn we er weer. Oh ja. Oh, ik ben benieuwd of het nog goed gaat met de wandelende zak. Ik denk het wel. We gaan snel naar hem toe. Ja. Loopt u met me mee? Gezellig. Dag. Doei, doei. Tot ziens. Dag hè. Dag allemaal. Tot ziens. Doei. Ik ben benieuwd.